een minifilmfestival in het Fraterhuis in Zwolle. Dat vond vandaag plaats in het kader van het Protofestival, dat eigenlijk volgende week start. De studenten audiovisueel en animatie van de mbo- en hbo-instellingen in Zwolle lieten hun eindexamenproductie zien vandaag. Vanochtend een minifilmfestival hier in het Fraterhuis. Waarom? Nou, omdat we eigenlijk heel erg blij zijn met wat de studenten maken, wij als docenten. En dat willen we eigenlijk graag aan het brede publiek laten zien. We willen heel graag eigenlijk dat wat zij kunnen ook laten zien aan het vaste filmfestivalpubliek eigenlijk. Dan is het Fraterhuis een prachtige locatie om dat te doen. Ja, dat is een hele eer, hè, als je hier zeg maar je film mag laten zien. Ja, dat is, voor de studenten is dat sowieso super tof. Zowel Landsteden als Deltion gaan al vaak wel naar het Fraterhuis. We zijn hier wel kind aan huis gelukkig. Maar ja, om het toch te laten zien, dat geeft toch een bepaalde trots weer. Ja. Ja. Nou is Landsteden een van de partijen, zeg maar, en de studenten die films aanleveren. Wie doet er nog meer mee? Artes, Sibab en Deltion. Dus we zijn met z'n vieren. We hopen volgend jaar dat Windesheim ook nog mee gaat doen. Dus bij deze Windesheim. Maar ja, dat willen we wel gaan doen. Ja, dus de mbo-scholen die doen film, zeg maar. Artes animaties. Ja, Artes heeft allemaal animaties. Bij mbo zitten er echt wel verschillende dingen in. Van aftermovies van het Bevrijdingsfestival. Tot mini-documentaires. Tot artsy-fartsy animaties ook weer. Dat is echt heel gaaf. Ja. Hoeveel films worden er vanochtend vertoond? Zo'n beetje rond de 30, geloof ik. 30 en het zijn heel kort, sommige. De meeste zijn onder de 5 minuten. Ja. En het zijn heel vaak eindexamenproducten. Echt om te kijken van wat kun je nu echt en wat heb je nu geleerd de afgelopen 4 jaar. Een van die studenten is Kevin Odink van het Deltion College in Zwolle. Ik heb een documentaire gemaakt over een gepassioneerd persoon die heel erg fan is van Japanse auto's. Nou, toevallig is het in deze periode, ongeveer een jaar of twee al, een stijgende lijn in hoe populair Japanse auto's worden onder jongeren, maar ook onder ouderen, en de waarde gaat van omhoog. En dat wilde ik eigenlijk vastleggen door een persoonlijk verhaal van iemand die heel veel moeite deed voor een Japanse auto vast te leggen. En ben ik daarvoor naar Engeland gereisd met dat persoon, heb ik vastgelegd hoe dat persoon de auto heeft opgehaald. En dat heb ik gebruikt in mijn documentaire voor het Deltion College. Is het je eindexamenproject? Dit is het eindexamenproject voor ook alle andere klasgenoten. Dus hiermee hopen we met z'n allen te slagen. Ik ben 19 jaar oud en ik heb kort geleden een Nissan Silvia gekocht. JDM staat voor Japanese Domestic Market en houdt in alles op de Japanse markt. Tegenwoordig in de meeste vormen van media houdt in Japanse auto's. Het werd steeds meer zichtbaar in media. En daarom kan ik alleen maar zeggen, de hype is veel groter. Hoe kwam je op het verhaal? Het verhaal is eigenlijk ontstaan omdat ik een vriendin leerde kennen die eigenlijk op spontane wijze geïnteresseerd was in auto's. En zelf heb ik een hele grote liefde voor autoproducties en het filmen van auto's, fotograferen van dat soort dingen, ga naar veel meets, ontmoet veel mensen in die wereld. En dacht, oh, nou, als ik dit nou eens vast kan leggen, dan heb ik best wel een leuk verhaal. En eigenlijk ook in mijn, zal ik het zo maar noemen, expertise, wat ik dus vaker doe. En toen zei mij vroeg om mee te gaan naar Engeland om de auto op te halen, omdat ik haar enige ingang was in de autowereld en er wat van wist, dacht ik, nou, nu is het moment om eigenlijk de kamer mee te nemen, wat vast te leggen. En toen kwam de opdracht van Deltion. Ja, en toen had ik eigenlijk al beeldmateriaal. Dus ik dacht, ik schrijf hier gewoon een verhaal omheen. En toen is die documentaire tot stand gekomen. Maar dat bedoel ik niet. Is het nou de eerste keer dat dit mini-filmfestival wordt gehouden? Ja, het is echt de eerste keer, echt pilot ook. We willen kijken, kunnen we dat volgend jaar misschien uitbouwen naar meerdere voorstellingen of naar een permanente voorstelling ergens. In samenwerking met het Fraterhuis, als dat kan. Dus ja. Ja, spannend. Ja, heel spannend. Het is, ik kan niet wachten om te gaan kijken ook. Ja. Ja.